Yo, Nintendo fans! Oh ja, jullie hebben je duimpjes massaal omhoog gedaan in de vorige video, dus Piet is er ook weer. En ik heb zelfs zijn pet op. Maar, anyway, deel 2 van Mario Galaxy. We gaan de ruimte in. Ging jij maar de ruimte in? Ging jij maar gewoon weer even lekker hier chillen? Want wij moeten een dinosaurus-ei gaan openmaken. Dus ik ben rete benieuwd hoe dit allemaal zal gaan, jongens. Want nogmaals, dit is de eerste keer dat ik Mario Galaxy speel. Nou ja, eigenlijk is dit dus de tweede keer dat ik Mario Galaxy speel. Want dit is deel 2. En ik ben hyped. Ik heb hier hartstikke veel zin in. Ik moet maar eens even kijken wat ik ga doen. Want ik weet ook niet wat ik kan met deze dingen. Wat kan ik hiermee? Volgens mij kan ik die dingen schieten of zo. Maar kan ik daarmee enemies dan slopen? Of wat is het deel met die kristallen allemaal? En wat gebeurt er als ik hier afloop? Ga ik dan dood? Nee, kijk, zie je. Hij kan daar gewoon naartoe lopen. Lekker. Huppakeetje. Goomba slopen. Lekker. Dit is toch wel echt heel erg leuk hoor, moet ik zeggen. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk zo met de controller kan ik natuurlijk zo sturen. En dan kan ik al die dingetjes pakken. Al die kristalletjes. Of hoe je dat ook noemt. Ik weet niet eens hoe je dat noemt in deze game. Dan gaan we eens even kijken wat dit is. We kunnen hier naar boven rennen. En dan moeten we blijkbaar hier naartoe of zo. En dan kunnen we een grote muntje pakken. Oh, oké. Okay. Kunnen we een groot muntje pakken. Oh, dan moet ik dit... Oh, gaan we muziek maken? Oh, wat vet! Tudududududu. Oh, kom op, kom. Dit is cool. Oh, en dat allemaal voor een uppie. Oh, wacht, dan moet ik... Ik moet natuurlijk via deze platformpjes. Of kan ik dat uppie ook gewoon zo pakken? Oh, daar gaat mijn uppie. Nee, daar gaat mijn uppie. Zit ik zo mijn best te doen, hè? Weet ik veel, jongens, dat ik dan dat uppie zo moet pakken. Ik denk dat uppie dan komt naar me toe. Potverduppie. Nou, jammer dan. Ik vind wel dat ik dit goed heb gedaan. Alleen jammer dat ik het uppie niet gepakt heb. Oké. En nu. Waarschijnlijk kunnen we ook nog hier vanaf dan. Ja, kijk. We kunnen hier ook nog vanaf. Kijk, hoppakee. Pak maar even die dingen. Ja, goed zo. Pak die. Ja, lekker. Ja, top. Ja, dan gaan we even hier tegenaan springen. Hop. Oh, daar kunnen we heel vaak tegenaan springen. Ik ben dus allemaal van die fragmentjes aan het verzamelen nu. Ik heb er al 33 en nu heb ik er 37. En ik weet niet waarom ik dit doe, maar... Misschien kan iemand het mij vertellen. Hey, yo. Oh ja, deze ster die legt me uit hoe ik die moet pakken. Maar dat had ik natuurlijk al uitgevonden. Oh, kijk. Dit zegt het. We moeten er 50 verzamelen, dan krijgen we 1 up. Aha. Oké, duidelijk. Oh, wow. Daar kwamen allemaal van die dingen. Nou ja, jammer dan. Hier is er nog eentje. Hoppakee. Waar moet ik naartoe? Oh, deze muziek is wel echt episch, jongens. Oké, we gaan in ieder geval nu hier naar boven. Want ik... Ja, kijk, we moeten inderdaad hier naartoe. Kan ik daar tegenaan springen? Oh ja, kijk, ik word geholpen. Wat moet ik hier doen? Oh, dan moet ik zo bewegen met mijn controller. Zo, wop. En dan word ik daar naartoe gestuurd. Oh ja, en dit gaat allemaal automatisch. Lekker! Oké, cool. We moeten natuurlijk deze sterrenfragmentjes zien te vinden. Dit is nummertje 1. Dan moeten we er wel even voor oppassen dat we niet onder die blokken komen. Nice. Ik heb er nu 3. Top. Ja, oké. Okay. Dit lijkt op een of andere grote pinda of zo. Oh, pas op Mario. Oh, ja. Ja. Ik pak dat muntje maar even, want dan... ja, oké. Okay. Dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Kom op Mario, pak die 5e ook even. Oh, dat was een muntje. Dat was de 5e niet. Waar is de 5e? Daar is de 5e. Pak hem. Nice. Lekker. Jongens, ik zou zeggen, doe sowieso weer even dat blauwe duimpje omhoog. Hè? Want dan gaan we gewoon deze hele game uitspelen. Mario Galaxy. Ik vind het tot nu toe fantastisch. Jullie vonden aflevering 1 ook fantastisch. Want jullie hebben keihard op die duimpjes geklikt. En jullie hebben keihard gekeken. Dus dat is super dope. En ja, nou ja, dan... Oh, kijk, nu heb ik... Oh, wow. Piet, wat doe je? Freaking Piet, jongen. Hier. Nice. Oké. Ik, er is iets uit Piet gekomen, jongens. Oké, we gaan in Piet's ding klimmen. In Piet's liaantje klimmen. Oh, maar wat? Ik weet niet hoe dit moet. Oh, we moeten keihard schudden met onze controller. Dat is het. Kijk, dan moeten we... op en dan worden we hier naartoe geschoten. Yes, nice. Hoppakee. Dit is zo leuk. Dit is echt heel cool. Ik denk niet dat ik iets aan die planten kan doen eigenlijk. Dat denk ik niet, dus we moeten maar gewoon even kijken. Oh. Ja, daar moeten we niet in zien te vallen, want dan hebben we een probleem. Ik denk dat we hier iets mee moeten. Wat is dit? Nee! Dat ding schoot terug en die knalde tegen me aan en toen was ik in één keer dood. Potverdorie. Dus we moeten uitkijken dat als we dit doen,
Nou ja, misschien moet het maar gewoon... Nee, pas nou op, Mario. Doe ik het gewoon weer, hè? Dat is een gevaarlijk ding. Ik blijf erbij uit de buurt. Ik vertrouw dat ding niet meer. Laten we hier naartoe lopen. En dan hier naartoe lopen. Ik hoop dat we de goede kant op gaan. En dan kunnen we dit blok naar beneden duwen of zo. Is dat wat we moeten doen zo? Nee, ook niet. Oké, dan gaan we maar gewoon hier naartoe. Oh, ja, oké. We moeten deze dingen toch gebruiken om die piranha planters te lopen. Nice, dat ging best wel soepeltjes. Lekker, oké, dan pakken we nu al die spullen op. Al die fragmentjes weer zo. Ja, nice. Ja, top. Daar nog een fragmentje. Super, en dan dit muntje. En dan klimmen we omhoog. Let's go. En dan gaan we lekker weer op. Oké, met die controle schudden. Hoppa! Nice. Oké, wat is dit? Wat zit hier onder de grond? Moet ik wachten? Is dat voor een ding? Oh, kijk. We kunnen hem gewoon pakken. Nice. Woep. What? Zoveel. Kapot veel van die sterrenfragmentjes. Ik noem het maar sterrenfragmentjes, maar ik weet niet zeker of het wel een sterrenfragmentje is. Hallo. Hallo, sterretje. Kijk uit. Als je één keer spint, dan moet je wachten tot je luma's weer terugkomen voordat je nog een keer kan spinnen. Ah, oké. Thanks voor de tip. Dus als ik dit doe, dan moet ik inderdaad wachten. Kijk, dan komt op. Kijk, komt die luma terug in je en dan kan je het nog een keer doen. Oké. Op en... Nou ja, zo kan het ook. Maak hem kapot. Schiet mezelf af. Waar gaan we nu naartoe? Oh, kijk dat Yoshi-ei daaronder. Daar was een Yoshi-ei. Wat vet. Wat vet. Hier, kijk dan. Boom. Oké, we hebben... Oh nee. We hebben iemand laten ontwaken, jongens. Oh nee. Oké. En nu? Volgens mij kunnen we ook schieten. Kijk, we kunnen die dingen ook schieten. Maar ik denk dat ik iets met die staart moet. Ja, kijk. Hoppa. Wat? Het is Dino Piranha Plant. Wat vet. Wat een vette bos. Dit is cool. Dit is super vet. Hoppakee. Op je bakkes, vriend. Oh nee. Hij is boos. Hij is heel boos nu, hè. Hij is nu heel boos. We moeten nu echt gaan uitkijken. Hoppakee. Lekker. Pak hem. Pak hem. Ah, ik mis de hele tijd. Kom op. Oh, ik mis weer. Wat is dit? Ik ben hier benieuwd naar. Wat is dit voor plantje? Kan ik dit pakken? Nee, ik kan dit niet pakken. Oh. Nou ja, pak hem dan maar gewoon. Hoppakee. Wat een vette dino plant. Ik vond deze echt cool. Wat een leuke battle was dit. Super vet. En we hebben weer een sterretje erbij. Kunnen we deze ook nog even allemaal meenemen gewoon? Ik weet niet of het helpt. Ik weet niet of het uitmaakt hoeveel van die sterrenfragmentjes we meenemen. En wat is dit dan? Waarom geeft deze plant licht? Wat kunnen we hiermee? We pakken hem op en daar is die hoor. De tweede ster. Super nice. We hebben hem te pakken. Lekker. Hallo, ik heb de eerste ster meegenomen, Luma's. Van Dino Piranha. Nice. We hebben dus een star bit count. En geen idee wat ik daarmee moet. Ik heb nu dus 171 star bits. Zo noemen ze die dingen blijkbaar. We zullen vast nog wel leren wat we daarmee moeten. Dat zijn star bits. Voor Luma's zijn ze de lekkerste snackjes die er bestaan. Oh, oké. Ah, kijk, we kunnen die dus inderdaad schieten. Maar waar moeten we die op schieten dan? Oké, we moeten nu wat van die star bits op hem schieten. Hier, eet. Eet maar meer. Alsjeblieft, geniet ervan. Hier. Nom, 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 nom. Vind je het lekker? Hij vindt het heel lekker. We kunnen ze ook schieten naar vijanden. Of een hongerige luma te voeden. Dus we kunnen ze voor vijanden gebruiken. Maar we kunnen ze ook gebruiken om hongerige luma te voeden. Maar ik weet niet wie die hongerige luma's dan zijn, hoor. En er is nu een nieuw level in de Good Egg Galaxy. En die heet een snack van kosmische proporties. Oké, hoe gaan we die pakken dan? Hallo. Het ziet er alweer fantastisch uit. Let's go. Oké, het is dus dezelfde map. Alleen nu moeten we dus waarschijnlijk ergens anders naartoe. Zullen we eens een dingetje op hem schieten? Hoppakee. Kijk, nu is die stunt. En dan kunnen we ze gewoon hoppakee slopen. Het is wel fijn dat hier overal van die star bits gewoon vliegen. Volgens mij moet ik nu hier naartoe trouwens. Deze kant op, denk ik. De brug over. Kijk, wie is dit? Hallo. I've got a hungry friend up ahead. Oké, hij heeft een hongerige vriend. En die moeten we even. Daar moeten we dus even wat van die star bits op schieten. Dan moeten we op die dingen schieten of zo. Of niet? Zo? Zo? En dan... Oh, hier. Waar moeten we op schieten? Even kijken, hoor. Ah, ja, kijk. Zo kunnen we erdoor. En dan worden we afgeschoten. Top. En waarschijnlijk is hier het hongerige vriendje dan. Hallo?
Wie heeft hier honger? Kijk, we kunnen ook op die Goomba schieten. Hoppakee, dan kunnen we gewoon tegen hem aanlopen. Hop, en dan schieten we hem kapot. Nice, super vet. Ik vind het echt leuk. Echt een leuk spel tot nu toe. Laat even weten in de reacties trouwens of jij Mario Galaxy al een keer hebt uitgespeeld. Of dat je misschien ook nu deze game voor het allereerst speelt. Hij is natuurlijk in 2007 uitgekomen. Dus dat is al best wel een tijdje geleden. Nu moeten wij hier doorheen, denk ik. Let's go, Mario! Woehoe! Waar gaan we nu weer helemaal naartoe, joh? Woehoe! Nice. Oh, pak die... Ja, lekker. Pak die Starbits. Top. Lekker. En nu zijn we hier op het gigantische Yoshi-ei-achtige landschap. Hallo! Heb je van die lekkere Starbits? Als je hem voedt, dan zal die gaan transformeren. Hij moet 100 bits hebben. 100! Jongen! Zoveel. Ik heb hier maar 50 voor je. Hoe moet ik nou aan nog 50 komen dan? Moet ik die hier gaan verzamelen of zo? Hoppakee. Misschien heeft die Goomba wel wat voor mij. Kijk, top. Goomba heeft zeker wel wat voor mij. Hier zit natuurlijk heel veel in. Nice. Top. Daarachter is nog wat. Oh nee, dat is het hongerige vriendje. Oh, hier. Uit die planten. Top. Nice. Nou, we gaan lekker. Ik weet niet hoeveel ik er nu heb, maar dit gaat de goede kant op in ieder geval. Oké, laten we kijken. Ik heb er nog 29. Ik moet er nu nog 21. Waar moet ik die vandaan halen? Jij vreedzak. Waarom heb je er zoveel nodig? Oké, ik heb er nu nog een paar. Maar dit is nooit genoeg. Hier, ik heb er nog 5. Nog 16 te gaan. Ik denk dat ik even terug moet, jongens. Ah, kijk. Oh, terwijl we terug gaan, vliegen er wat voorbij. Waarschijnlijk kunnen we er hier nog wel een paar vinden. Ja, kijk, top. Hier zijn er nog genoeg. Genoeg voor die vreedzak. Hé, hey, wacht even. Misschien zitten ze ook wel in die bloemen. Of, ja, kijk. Nice. Wee. Oh, pas op, Mario. Niet jezelf schieten. Oh, ik zeg toch niet jezelf schieten. Die kant moet je op. Oh, maar niet... Ja, hè? Ja, neem er maar een paar extra mee, want straks krijgen we nog meer van die hongerige billies. Hoppakee. En hoppakee. Top. Oké, we gaan terug. Nu moeten we er wel genoeg hebben, denk ik. Oh, wat? Ik ben ergens anders, jongen. Ik ben heel ergens anders nu. Ben ik nou de verkeerde kant op gegaan of zo? Wat is dit? Spring. Nice. Oh... Deze kan kapot. Ik weet niet meer waar ik nou ben, joh. Ik ben een hele andere kant op gegaan. Oh, kijk. Ja, top. Nu zijn we... Nee, ja, wel. Hè? Nee. Waar gaan we nou naartoe? Gaan we nou naar de goede planeet? Nee, we gaan... Hè? Ik ben gedesoriënteerd. Dus even kijken, hoor. Ik zie dus... Oh, we moeten naar die strepen kijken, denk ik. Die strepen kunnen ons vertellen waar we naartoe gaan. Of niet. Ja, we zijn nu op de goede plek weer. Hè? Hallo. Ik ben er weer, hoor. Hier, vreedzakkie. Eet maar lekker op. Hoppakee. Hij zit helemaal vol. Transform! Wow, wat is dit allemaal dan? Hij verandert gewoon in een nieuwe planeet. Wat? Nou, weet je wat? Laten we daar gelijk maar eens even naartoe gaan dan. Ja, lekker Mario. Oké, wat gaan we hier doen? Oké, Mario. Dit kan denk ik allemaal kapot. Ja, ik weet niet waarom. Ook voor muntjes. En voor Goomba's. Hoppakee. Oké, hier kunnen we naar boven met een... Oh, ik dacht met een salto, maar we kunnen ook gewoon... konden het ook gewoon met een normale jump doen, blijkbaar. En dan moeten deze plantjes even weg. Top. Dat plantje nog even weg. Super. Nice. Dan kunnen we hier, denk ik, kunnen we walljump in Mario Galaxy? Ja, kijk, we kunnen walljump in Mario Galaxy. Vet. Maar ik wil eerst even deze Goomba een lesje leren. Ja, ik leer mezelf een lesje, jongens. En hier naartoe. Lekker. En dan gaan we hier naartoe. En hier naar boven. Is hier achter nog iets? Nee, daar komen we vandaan. Let's go, Mario. Volgens mij gaan we nu naar het einde van de level. Denk ik. What? Oké, hoe komen we hier in? Moeten we deze allemaal kapot... Oh, kijk, dit is de opening. Nice. Lekker ouderwets platformstukje. Oh, wow. Zwaartekracht dingen. Oké. Ja, dus nu hebben we de zwaartekracht naar boven. Ja, nu hebben we de zwaartekracht naar beneden. Oh, wacht even. Ja, ik snap hem. Dus we moeten hier voorbij lopen, want dan blijven we... Juist, kijk, dan hebben we de goede zwaartekracht te pakken. Dan gaan we hier naartoe. Oh, wow. Ja, goed zo. Ik wil even dat uppie pakken daar. Jump! Nice. Go. Lekker uppie erbij. Nice. Laten we dat muntje dan ook nog maar even meepakken. Woe. Dat scheelde niet veel. Dan moeten we nu, denk ik, hier naartoe. Ja. Oh, dit is wel vet gedaan. Een soort van zwaartekrachtcapsule is dit. Heel cool. Pak hem. Lekker. Oké, dan gaan we denk ik... Ja, dan gaan we nu naar boven. Hoppakee, richting de ster. Yay, let's go. Dan worden we je keihard uitgeschoten naar de volgende ster. Ja. Wat gebeurt hier? Oké, ik moet waarschijnlijk deze blauwe dingetjes even pakken.
Dit voelt zo raar. Het voelt echt alsof je er elk moment af kan vallen. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Volgens mij kan ik hier gewoon lopen. Ja, zie je. Dit is echt wennen. Het voelt echt alsof je ieder moment hier vanaf kan vallen uit die oude Mario games. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan hier gewoon zo lalalala, lekker zo op zijn kop. Op, geen probleem. Hoppakee, volgende. Pak dit muntje ook maar even. En pak deze laatste dan. Oh, oh, spring maar. Oh, ja. Jump. Ja, hoppakee, lekker. Dit is echt wennen, man. Om zo op zijn kop te spelen. Oh, wacht. Nu moet ik deze 5, denk ik, pakken of zo. Oh. Oh ja, nu moet ik weer aimen. Dus we aimen nu hier naartoe. Ik denk dat ik deze allemaal moet activeren of zo. Oh, wacht even. Ik moet de juiste zien. Oeh, de juiste. Oh, wow, 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 wow. Oké, hoe gaan we dit doen? Oh ja, zo, ja. Nice. Ik moest mezelf dus eerst naar de ene sturen en dan op het goede moment naar de andere. En dan hebben we die star te pakken. Nice. Hoppakee. En daar is de derde ster alweer. Zo, we hebben superveel van die star bits. En we hebben een nieuwe galaxy ontdekt. Kijk maar eens. We kunnen nou ook naar een andere plek toe. We hebben nu namelijk deze galaxy. Wat is dit voor galaxy dan? De Honey Hive Galaxy. Die gaan we waarschijnlijk wel in de volgende aflevering checken, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer toffe Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickTune. Zie ik je daar? Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!